Dus toen dachten we in januari, nou, dan ben je van die corona af. Nu is het eindelijk, hup, er even een wedstrijd aan. De laatste jaren, plezierig meidje. En nu komt dit om de hoeken. Ja, dit is echt niet leuk. Bakkerij Scotanus uit Wieslerheide stiet mij de recht in de morgen. De energieprijzen knallen troch het dak, maar ze willen net dat de balenprijzen dat ek doggen. Lijk als een heel soort oorondernemers zitten ze klem troch de hege stroom- en gasrekken. Het is die onslagen die maar betalen je maakt. En dat is dus helemaal geen sissenskap krijgt over van waarom maakt dat nou zo duur in zo'n schoofkwartier. Scotanus maakt nog 3 jaar werkje om zijn pensioen, maar dat zou toch deze prijsstijgings samaras oors worden kennen. Al meer als 40 jaar werken de bakker met hert en ziel in een zaak. Maar zo gek als dit had hij het nog niet mee maken. Mijn overwaging is dat het zo bloed zat nou is, dan besjokken per 1 januari van kunnen we nog terug in. Is het rendabel genoeg om dit nog weer verder te trotten? Ken ik de prijzen nog weer omheen? Want de klant die ga ik al minder centen te besteden en die kom ik hier nou. Dus we kennen de prijzen wel omheen gooien, maar dat redden we niet. Het cirkeltje is al rond. De toekomst van een van de meest pittoreske bakkerijen in de regio bleef toch de enorme gasrekken, dus een vraagteken. En ik haal zijn, ik wil eigenlijk wel een beetje genieten, want je hebt zo lang verwerkt. Dus dat knaagt het om die. Hoe komt het? Hoor ik nou wat hoor? Al is het aan zijn, nou ja, jarmoer. En dat vind ik heel erg.